Een hele fijne avond en van harte welkom bij dit webinar van IG. Ik ben Bart Sips en ik zal jullie vandaag dit webinar geven over 24 uur toegang tot de markten met IG via de Turbo 24's. Zelf, ja, ik ben dus nieuw business consultant bij IG, gevestigd vandaag van thuis uit in Frankfurt. En we hebben sinds recent ook een nieuw kantoor in Amsterdam, waar ik, wel zodra de corona immers wat terug is gaan liggen, dat ik ook de oversteek mee kan maken. Hartelijk welkom nogmaals allemaal. Je kan vanavond, we gaan er gewoon een interactieve sessie van maken, vrijblijvend de questions box gebruiken om met me te chatten. En op die manier je vragen of commentaar doorheen het webinar door te geven. De bedoeling van vanavond is echt wel om er op die manier mee om te gaan. Als trader zeg ik, heb je eigenlijk twee voornaamste soorten van kennis nodig om te handelen met complexe producten, zoals hefboomproducten. En dat is enerzijds een kennis van het product en anderzijds een kennis van de onderliggende markt, hoe de markten zelf bewegen. Als je die twee goed kan beheersen, dan ga je dat zeker helpen bij je prestaties met het traden. En deze sessie zal zich vooral focussen op de kennis van de Turbo 24 en hoe je dat kan navigeren op ons platform. Daarin ga ik jullie vanavond bijstaan. Zoals ik net even aangaf, ja, het is een risicovolle manier om te beleggen. Iedere vorm van beleggen is uiteraard risicovol. IG biedt enkel een uitvoerende dienst aan. En dan de inhoud uit dit webinar is daarom ook geen beleggingsadvies of moet dit ook niet als zodanig opgevat te worden. Bij IG bieden we naast turbo's ook CFD's aan. En 76% van de retailbeleggers leidt helaas verlies op de handel in CFD's bij IG. Vandaar vragen over de risico's of hoe je dit kan beheren. Aarzel niet om ze aan mij te stellen, gelijk tijdens de sessie vandaag. Dan toon ik het graag op het scherm hoe u de risico's kan beheren. Als ook eventueel nadien ben ik graag ter beschikking om hier meer over te vertellen. Zo, dan duiken we er gelijk even in met het IG-platform. Het is me niet volledig duidelijk op hoeveel ervaring jullie uiteraard al zelf hebben of waar jullie al staan bij IG. Of je pas begint met turbo's of er al wat ervaring mee hebt. Laat het mij gerust even weten, dan pas ik het daar op die inhoud even verder aan. Ik zal alvast even tonen eerst hoe je naar dit scherm komt waar we transacties gaan plaatsen, waar je echt kan gaan traden op het 24-uurs aanbod. En daarvoor ga je naar de thuispagina van IG, ig.com/nl. Ik raad je aan om dit mee te volgen, om ook een demo te kunnen aanmaken. De virtuele transacties mee te plaatsen. En zo het ook in de vingers te krijgen. Typ via het vergrootglas demo in en vervolgens krijg je gratis demo online beleggen. Vul de informatie hierin en dan zodra je op ontdek onze demo klikt, krijg je ook een Turbo demo rekening erbij. Als je al bestaande klant bent, wel log dan eenvoudigweg in en dan op het dashboard MyIG vind je een overzicht van al je bestaande rekeningen. Waaronder dus je live rekeningen bovenaan en daaronder de demo rekeningen. Natuurlijk, ik ga voor het voorbeeld van dit webinar even aan de slag met een demo, opdat ik dit jullie kan tonen. Zo, zodra je het demo-platform opent, krijg je gelijk je werkruimte te zien. Persoonlijk volg ik graag de S&P 500, dus ik heb die toegevoegd aan mijn werkruimte. Natuurlijk, dat ligt wat anders voor elke trader natuurlijk, welke markt je graag volgt. Dus ja, stel ik ga hem even terug verwijderen hier uit het kruisje en ik zou hem terug wensen toe te voegen. Dan kan ik dat eenvoudigweg door hier langs de linkerkant op indices te klikken. Vervolgens neem ik er de S&P bij, dus de US 500. En klik ik dan hierop aan werkruimte toevoegen. Zo kan je eigenlijk een persoonlijke omgeving samenstellen, waarbij je
alle verschillende markten die je graag volgt kan bijhouden. En zo bijvoorbeeld ook de naam van de merknaam te wijzigen naar Amerikaanse markten. En zo verder. Ook voor andere werkruimtes, bijvoorbeeld voor valuta, kan je zo dan een aparte werkruimte bouwen. En op dezelfde manier via Forex dan bijvoorbeeld de eurodollar bij toevoegen aan de werkruimte. Nu, dit is niet op zich nog niet meteen spannend. Waar we vandaag vooral naar op zoek zijn en wat ik je ga tonen is hoe je kan handelen op de markten met Turbo 24's en dat rond de klok, maandag tot vrijdag, ononderbroken. Dus ja, stel je zou bijvoorbeeld interesse hebben in de US 500, dan kan je op de grafiek de candle, dus dat zijn hier die kaarsen, beheren door een bepaalde periode te selecteren. Ja, nou, momenteel heb ik ze op 4 uur staan, maar ja, de beurs is open sinds 3:30 deze namiddag. Dus ik ben eigenlijk meer geïnteresseerd momenteel wat die is aan het doen sinds de opening. Kijk, dan zien we hier in de candle met de box die dus de opening en de sluiting aangeeft. Een rode candle betekent de opening gebeurt hier bovenaan, de sluiting hieronder. Met extreme aan de whiskers. Dat die eigenlijk, ja, dus bij opening toch nog wel in dat eerste half uur hier tot een hoogte is gekomen van 3724 punten. En dat we intussen 3716 staan, dus een klein tiental punten lager. In perspectief, als we kijken wat die op die half uur candles is aan het doen geweest in de laatste 2 dagen, is dat maar een klein verschil. Bij deze, ja, misschien dan toch een iets langere periode erbij nemen, door bijvoorbeeld een maand erbij te nemen, om echt een visie te kunnen vormen op de S&P. Dit is geen beleggingsadvies. Ik toon hiermee vooral de instrumenten die ik kan gebruiken bij het platform. Door bijvoorbeeld rechtermuisknop tekeningen te nemen, kan ik er bijvoorbeeld voor kiezen om een trendlijn te tekenen, waarbij ik de bodems met elkaar verbind. Op de afgelopen periode, die wordt weergegeven. En stel dat u daar dan concludeert dat u een long of een short trade wilt instappen op basis van analyse die u dus via onder meer tekeningen, maar ook indicatoren, hier heeft u een ruime reeks aan indicatoren via rechtermuisknop beschikbaar, dan kan u vervolgens kiezen om een transactie te gaan plaatsen. En dit is het stukje waar ik vooral op wil ingaan vandaag. Daarmee kan je gelijk vanuit de grafiek instappen. Door bijvoorbeeld hier op de rechterkant die rode of blauwe vakken te selecteren. Met een blauw vak kiest u voor een long trade, waarbij u dus mikt op een verdere opwaartse beweging van de S&P. En met een rood vlak kiest u voor een short trade. Het risico dat u zal aangaan en ook de prijs die u gaat betalen om zo'n turbo transactie te openen, het zal verschillen afhankelijk van het rode of het blauwe vakje dat je selecteert. Namelijk de hefboom controleer je volledig zelf door een hoge of een lage hefboom te kiezen. Een knockout die kort ligt bij het huidige marktniveau van 37,16 of die daar ver weg ligt, dan heb je een lagere hefboom. Stel... Je hebt de indruk dat de S&P, dat er nog ruimte in zit, dat er nog gas in zit om verder te stijgen. Dan kan je bijvoorbeeld kiezen voor een long turbo. Zodra je daar dan op klikt, krijg je het transactieticket langs de rechterkant. Met, omdat het een genoteerd effect is, het orderboek via marktdiepte. En hierbij dus de bied- en laadprijs op deze knockout van de S&P. Dit is een heel belangrijk stuk, omdat het gaat om 24 uur handel die je op de S&P kan doen. Is dus dat dit orderboek gewoon doorloopt, ook buiten de reguliere handelsuren, op basis van de referentieprijs die hierboven wordt aangegeven. IG Live start ook momenteel. De
De prijs die je momenteel ziet, omdat de beurs gewoon open is, is uiteraard gewoon afgeleid van de S&P futures. De waarde van een turbo die je hier nu ziet, is bepaald door fair value. Dat is het verschil tussen de marktprijs en de knockout niveau, plus een risicopremium om de knockout te garanderen. Ik som dat even nogmaals iets trager op. Dus de prijs van die turbo, hier die 0,486 en 0,492, is gevormd door de huidige marktprijs te nemen samen met de knockout. Dat is de fair value plus een risicopremium. En tot slot ook is er altijd een multiplier om het toegankelijk te houden voor een particulier publiek, met name 0,01, die hierbij in combinatie wordt gebruikt. Dus dat wil zeggen, momenteel op deze transactie, als we dit er even bij nemen, dan hebben we via een Excel-sheet bijvoorbeeld 3717. Dan hebben we dat is afgerond natuurlijk van de huidige marktprijs. We hebben 3675, even afgerond van de knockout. Dus het bovenste cijfer, 3717 min de knockout, komt uit op een fair value momenteel van 42. En dit maal de multiplier van 0,01, die we zo net zagen op het dealticket. 0,01, zo. Multiplier hier, komen we uit momenteel op een intrinsieke waarde van dit turbo-certificaat aan 42 cent. Ik hoop dat dit ook mee duidelijk is. Trouwens, het handige van te traden in turbo's is 42 cent, betekent hier 42 eurocent. Daardoor bespaar je eigenlijk op conversiekosten, want het is volledig uitgesloten. Alles is genoteerd in punten. En dus bij deze ook heb je volledig geen conversie. Wat absoluut het interessanter maakt om hiermee te traden als je in dollarmarkten geïnteresseerd bent dan bijvoorbeeld rechtstreeks de onderliggende te kopen, waarbij je altijd een soort van omzetting zal hebben naar dollars. Nu 42 is natuurlijk nog iets anders wat we hier zien, die 4,81 en die 4,85. De turbo's, de turbo 24's die je handelt bij IG, dat zijn best turbo's. Dus in tegenstelling als je misschien ook classic turbo's kent, is er nooit een restwaarde hierbij. Dat is transparant in de zin, je weet als je hier nu zo dadelijk zal kiezen om één turbo te kopen, dat je daarvoor 49 cent zal betalen. Dus de prijs die je hier ziet en nooit meer dan dat. Ook minder variabel op die manier om te onthouden. Maar uiteraard, de markt hoeft niet noodzakelijk exact te stoppen aan je knockout niveau. Vandaar dat er bovenop die 42 cent nog een risicopremium zit, zowel op de bid als de laadkant. En dat is dus momenteel, als we hier kijken naar de momentele prijs, is dat dus ongeveer een 7 cent, want we hebben alles uiteraard afgerond. Die risicopremium zet ik hier nog even bij om het duidelijk te maken. Dit is de fair value. En dan komen we nog op 0,07 risicopremium. Om dan op de taalprijs van de turbo te komen, dat dan de som van deze beide cijfers is. Op deze manier garandeer je, zelfs als de S&P zo dadelijk vanwege een enorm evenement toch zou crashen door dat knockout niveau, dat je geen slippage hebt op die trade, maar dus de exacte uitvoering krijgt aan die 3675,38. Zo is de prijs van een turbo opgesteld. Kan je hiermee dus rond de klok mee aan de slag. De quotes hierop bij IG zijn ook transparant beschikbaar, dus via het orderboek. En ik ga even een eenvoudig voorbeeld geven, waarbij we een marktorder nemen
Stel me gerust vragen als hier vragen bij zijn, bij de type orders die je kan kiezen, want daarnaast hebben we ook limiet orders. Laten we voor het begin even gewoon een marktorder nemen. Kijk, één turbo is dus eenmaal die prijs die we hier zien, dus 49 cent. Order preview bekijken. Klik even leuk door op order plaatsen met een virtuele demo. En dan zie je gelijk dat het bevestigt dat het order werd ontvangen. En in de tab posities langs de linkerkant zie je dan onze nieuwe positie staan in de S&P 500 long. Kan ook dan vervolgens terug gaan verkopen door terug op verkoop te klikken. En uiteraard gaan we nu aan de andere kant van het boek staan. Dus nu gaan we langs deze kant staan. En we willen hem hier terug verkopen. Uiteraard wil ik hem niet gewoon aan de huidige prijs nu verkopen, want ja, dan heb ik een nul operatie gedaan. Fijn dat het zonder commissie is, waardoor ja, natuurlijk je jezelf meer van je trade in je eigen handelsprestaties kan behouden. Maar we willen uiteraard wel ons doel bereiken om een winst erop te boeken. En dat kan je in dit geval bijvoorbeeld inplannen. Geen handelsadvies, maar het is een voorbeeld waarin je het kan inplannen. Is dus via order tippen een bepaalde limiet instellen om zodra een bepaald prijsniveau is bereikt van de turbo, om er dan opnieuw uit te stappen. Ik heb voorlopig enkel een visie tot op het einde voor de dag. Dus laten we een fictief voorbeeld even limiet geldig voor in dag te nemen. En dan een limiet order niveau invullen. Ja, je bent misschien bekend van in punten te handelen. En dan is zo'n turboprijs, zelfs met mijn toelichting hoe dit werkt op mijn Excel sheet hier, misschien niet meteen het handigst om erachter te komen. Wel, de prijscalculator van IG helpt u om dit eenvoudig toch te kunnen omrekenen. We zitten bijvoorbeeld momenteel aan die 3718. Zeg je wel, ik wil graag terug uitstappen als de S&P 3740 bereikt. Stel dat dat je niveau is. Laat het platform het voor jou zelf berekenen door het onderliggende niveau in te vullen. 3740. Het geeft dan een geschatte turboprijs in. Hou er rekening mee, dit is een geschatte turboprijs. Dus deze risicopremium kan variëren. Maar stel dat het maar een klein stuk is van de totale turboprijs, dat je gewoon een geschatte turboprijs voldoende acht, dan kan je sonar kopieer order doen. En dan geeft die platform vanzelf weer aan welke prijs de turbo zal noteren naar inschatting wanneer de onderliggende waarde 3740 bereikt. Dit om eenvoudig de link te leggen tussen onderliggende en turbo, bestaat deze prijscalculator. Vooral voor beginnende traders met turbo's, dus om het verder te verhelderen. Wat zou dan de basisprijs zijn? 72 cent. 0,72. Eigenlijk kan ik er ook zo 72 euro maken. En dan, omdat ik 49 cent heb betaald bij de opening, zou ik dan 23 cent winst hebben gemaakt. Het blauwe cijfer. Ik vertel het nu allemaal, maar eigenlijk, het platform leest het ook voor mij af. Wat ik in waarde zou winnen of verliezen. Klik opnieuw op order preview bekijken. Order plaatsen. En bij gevolg zien we zowel op de grafiek, grafisch weergegeven info. Kijk, één order. Geeft die mooi weer wanneer die met welk type order de positie terug gaat verkopen. Maar hier dus ook het orderboek in werking. Nu zie je hier de quotes van de market maker staan. Die actief is op de beurs. Dus dat is de huidige prijs, de marktprijs, als je een nieuwe positie zou instappen. En hieronder zie je nu mijn één trade staan van 0,72. Kijk, dat ben ik. Waar dus nu de market maker of een andere klant op Turbo 24 tegen trade van kan aannemen. Dus als iemand nu een order plaatst voor enkele voor 60.000 turbos bijvoorbeeld, dan zou die een fill krijgen naar alle waarschijnlijkheid
van 40.000 aan 0,5 en 20.000 aan 0,502. Maar stel dat ik iets ambitieuzer ben, iets agressiever een limiet instel, bijvoorbeeld door een limiet te nemen in de spread, dan kan ik via orders mijn niveau herbekijken, door eerst bijvoorbeeld order te verwijderen of hier aan te passen. Ik toon het nu even zo. En dus zo kan ik ervoor kiezen om te proberen een betere prijs te krijgen en hier in die spread te gaan traden. Om zo een fail te krijgen met een andere klant of met de market maker aan de prijs en de kost die ik zelf bepaal. Door bijvoorbeeld te kiezen 0,491. 0,491 ligt hier nu net in het midden tussen. En dan op die manier hopen om een betere prijs te krijgen. Limiet dag. En hierdoor beperk ik nu eigenlijk ook de facto mijn spread. Kijk, die spread is normaal 0,06. En ik maak er hierdoor een spread van 0,03. Op die manier bespaar ik. Order preview bekijken. Order plaatsen. En daar staat hij er opnieuw in om uitgevoerd te worden. Omdat ik nu natuurlijk maar een kleine trade heb, maakt het weinig uit aan welke prijzen ik exact word uitgevoerd. Eén turbo traden. Eén turbo traden. Omdat die multiplier van 0,01 erop zit, betekent dat ik per volledig punt van de S&P ook maar 1 eurocent zal winnen of 1 eurocent verliezen. Echter, ja, dat is natuurlijk een heel klein bedrag. De meeste traders daarom gaan niet honderden trades aan één turbo plaatsen, maar je kan gewoon kiezen om dat in één transactie te plaatsen en bijvoorbeeld 100 turbo's in één keer te traden of 500 turbo's of 1000 turbo's om respectievelijk 1 euro, 5 euro of 10 euro per punt te traden. Ja, laten we even kijken in de geschiedenis nu. Nu de transactie is voltooid. Wel, hoe lezen we onze winst of verlies af? De tijdsnotatie die je hier ziet, is momenteel Engelse tijd die hier wordt weergegeven. We werken momenteel aan een update hieraan, om dit ook gewoon in onze Nederlandse tijd weer te geven, om het vlotter leesbaar te maken. Uiteraard weten we, het is nu 17:22, dit gaat om de trade die we zo net maakten. Met dus als eerste transactie die min 0,49, dat is er gebeurd, gevolgd door een positieve transactie van 0,49 wanneer we de transactie terug hebben verkocht. Zo kunnen we nu tijdens de handelsuren traden. En dit loopt gewoon 24 uur door om alle markten bij IG te verhandelen. Het bijzondere daaraan is... Dat maakt het interessant om bijvoorbeeld met die turbo's te handelen. Is dat, nu is de Amerikaanse beurs open en die knockout staat hierbij tussen. Maar bijvoorbeeld de Europese beurs op dit moment, die heeft nog maar 7 minuten te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat de DAX niet meer zal bewegen als de rest van de Amerikaanse beurs nog wel open is. Wat we dus bijvoorbeeld kunnen doen... is een short of een long trade innemen op de DAX en die ook na 5:30 nog verhandelen of vanavond nog om 11:00. En bovendien heb je de extra garantie, stel dat de knockout wordt geraakt, omdat de referentieprijs hier voorbij gaat, dan kan je niet genockout worden met een turbo, want dat is enkel mogelijk tijdens de marktuur. Op die manier heb je het voordeel dat je volledig ingedekt bent. Je hebt wel de mogelijkheid om een positie te verhandelen, maar je kan niet onder nul eindigen, zeg maar. Want je positie wordt niet beëindigd buiten de markturen. Enkel als die dan bij de opening nog steeds onder de knockout staat, dan is het helaas wel voorbij. Dit nu om maar één voorbeeld te geven over de indices. Ik laat intussen graag de ruimte aan jullie vrij om hier vragen over te stellen over de werking of eventueel platform te navigeren. Intussen tijd wil ik ook graag nog even een Forex voorbeeld bijhalen. We zagen eergisteren in de marktupdate van Robert Manders en Salah Boumidi, de marktanalisten bij IG,
Momenteel iedereen speculeert tegen de US-dollar. Ja, speculeren tegen de US-dollar betekent eigenlijk dat niemand in de sterkte van de dollar gelooft. Stel je gaat hiermee akkoord met die analyse, kan je ook zo weer bij IG gaan shorten op de dollar zelf. De analyse hier maakt uiteraard wel de kanttekening. Het kan ook zijn dat de dollar, als die nu net snel gaat stijgen, omdat iedereen al short is op de dollar, dat het net dat er hoop komt voor de dollar. Maar laten we nu in dit voorbeeld er even van uitgaan dat we met de massa meegaan. En dus, ja, dat is ook een trendlijn die je al een tijdje kan waarnemen. We nemen even bijvoorbeeld 3 maanden erbij. Kijk eens wat een... wat de monetaire expansie in de dollar al niet een voordeel heeft gedaan van de euro. Telkens weer een nieuwe high die wordt bereikt op de euro. Nu zitten we ondertussen al 1,22. Turbos geven je de mogelijkheid om hier bij je risico goed in te dekken. Stel dat dat scenario zou uitspelen, zoals de marktanalisten schrijven, de dollar kan snel stijgen. Als het sentiment van de traders draait, wel dan wil ik graag niet te veel risico nemen als ineens de dollar terug aan kracht wint en we namelijk dus een val hebben op het paar euro-dollar. Een knockout is daarvoor ideaal, want je gaat traden met beperkt risico, waarbij je enkel kan verliezen wat je inlegt voor de trade. Uiteraard, de kans op verlies is zeker bestaan. Want zoals je ziet hier, de markt heeft hier een tijdje geschommeld. Als je knockout dan te kort lag, dan was je inleg kwijt. Ook al gaat de markt later wel in jouw voordeel. Maar natuurlijk, als het er wel volledig doorheen crasht, bijvoorbeeld als we nu 1,20 nemen en we komen na het weekend op maandag terug, positief nieuws over de dollar of heel slecht nieuws over de euro en hij zou terug openen op maandag, maandag middernacht aan 1,18, om maar een voorbeeld te geven. Wel, dan heb je het voordeel dat jij nooit meer hebt verloren dan dit koersverschil en dus niet helemaal tot aan de 1,18. Dat in een notendop de manier waarop je jezelf kan indekken. Tegelijkertijd, ja, als de 1,18 bereikt, maar vervolgens toch verder omhoog gaat, ja, dan ben je al uit een trade en had je waarschijnlijk beter afgeweest met een lagere hefboom, met een knockout die dus iets verder lag. Vandaar denk als volgt na. Wat is het ultieme niveau tot waaraan je de trade zou willen aanhouden? Wat is voor jou een gepast risico? Kies daarom bijvoorbeeld de richting die je wenst in te nemen en dan van hieruit de hefboom die bij u het best past. Wees daar niet te ambitieus in. Kijk vooral naar wat voor u gepast is. Als je hier de hoogste hefboom neemt, leuk, want die is goedkoop. Maar weet ook, zodra dat niveau van 1,218 geraakt wordt, is de trade beëindigd. In het geval zoals hier, euro-dollar, waar dat een paar keer heeft geschommeld, had je dus helaas een paar keer, als je een knockout kort nam, de inleg verloren. Als je daarentegen een knockout neemt die verder ligt, bijvoorbeeld 1,09, om het maar één te noemen, dan neem je een lagere hefboom, namelijk een van 1 op 10, dus de tweede kolom hier. Daarvoor ga je meer betalen als inleg, maar de kans is natuurlijk ook kleiner dat die de volledige waarde even snel verliest. In dat scenario dat het sentiment van de traders nu zou draaien, van dus een positief sentiment over de euro, een negatief sentiment over de dollar, En we hebben die crash naar 1,18. Wel, maakt niet uit voor jouw trade. Je bent nog steeds in een trade. Je hebt dan wel verloren. Dit stukje heb je verloren. 1,20. 1,22 tot 1,18. Dus je hebt eigenlijk 4 punten verloren. Maar als die dan later verder zou stijgen, dan heb je alsnog een positie waarmee je in de markt bent. En daarentegen, knockout die korter bij had gelegen, zoals bijvoorbeeld 1,218, en dat dan naar 1,18, had je minder verlies geleden. Dan had je enkel maar die 0,67 verloren
in plaats van ongeveer een 4 euro tussen 1,22 en 1,18. Bij deze zowel een Forex voorbeeld als een Indisches voorbeeld gegeven. En ook de voornaamste aspecten van de 24-uurshandel toegelicht. Ik laat dan graag ook nog even de ruimte uiteraard aan jullie, de deelnemers, om eventueel aanvullende vragen aan me te stellen. En ik gebruik daarvoor dus gerust die questions box die hier onderaan in GoToWebinar staat. Intussen toon ik al graag even, zoals ik zei in het begin, dit webinar was gericht op het begrip van het product zelf, over de turbo, hoe je hier 24 uur op kan handelen, hoe de prijs tot stand komt. Als je op zoek bent naar meer marktnieuws zelf, zoals bijvoorbeeld deze interessante inzichten, ga dan even naar onze thuispagina ig.com/nl. En hier heb je via dagelijkse marktupdate een link waar je jezelf kan inschrijven voor de marktupdate dagelijks te ontvangen van Salah en Robert. Of als je al een bestaande account hebt, ga dan eenvoudig naar instellingen. En dan vervolgens marketing en communicatie, dagelijkse marktupdate, die tweede vinkje. Link dat aan en dan krijg je die updates er ook bij. Oké, ik krijg alvast nog een extra vraag binnen in verband met de financieringskosten. Ja, dus je krijgt er altijd een hefboom bij. En de issuer van de turbo financiert de positie die je opneemt. Dus je kan de volledige informatie raadplegen via het infoticket. En dan vervolgens bekijk belangrijke informatie waarmee je gebracht wordt naar de issuer, Radius. En daaronder onder andere een Nederlandstalige pagina met het essentiële informatiedocument waarin alle informatie volledig staat uitgelegd. Het is het positieve aan turbo's, dat zijn genoteerde effecten waarbij je dit soort informatie altijd bij elke aanbieder via een essentieel informatiedocument toegelicht krijgt. Waar komt het op neer? Als je een positie hebt en aanhoudt, is dat je als je na 11 uur Nederlandse tijd positie aanhoudt, zal er een aanpassing gebeuren op dit knockout niveau. Voor een long trade zal dat iets naar boven gaan. En voor een short trade iets naar beneden, die knockout, waardoor de intrinsieke waarde van de turbo zal schommelen. Even terug naar het begin. Dus voor de positie hier waarbij we een long trade hadden. Kijk, nu is die fair value 0,42 en de totale waarde van die turbo 0,49. Dit was het marktniveau. En dit was de knockout. Als dus die knockout overnachtelijk wordt aangepast van 3,675 naar bijvoorbeeld 3,675,5, een kleine aanpassing daarop, dan zal je zien dat de fair value daardoor verlaagt en bij gevolg ook de waarde van die turbo lager uitkomt. Ik heb hier nog een tweede vraag die binnenkomt. Ik heb begrepen dat je lopende trades in de grafiek kan zien, maar ik zie ze niet. Laat me even dan zelf opnieuw een lopende trade plaatsen, opdat we op dezelfde manier terugkomen. Dus bij deze, ja, zodra ik de transactie heb geplaatst, dan komt hier meteen mijn lopende trade beschikbaar. Stel je klikt wat rond bijvoorbeeld, of je gaat naar je werkruimte en je komt op andere grafieken terecht. Ja, nu is die inderdaad wel even weg. Hoe kan je hem best terug naar voren brengen? Je lopende trade in de grafiek. Wel, klik terug op posities. Vervolgens op de markt waarin je een positie had ingenomen. En kijk, dan staat hij opnieuw terug in het midden van de grafiek. Dus hier staat mijn lopende trade nu in de grafiek. Belangrijk om hierbij te onthouden. En,
Een turbo is steeds een trade per knockout. En vandaar de trades worden ook weergegeven per knockout. In dit geval heb ik nu door via het paneel posities te gaan en dan op de positie te klikken, langs de rechterkant mijn lopende posities weergegeven. En kan ik hem dus ook zo hier beheren door ik zo op te klikken, zie ik weer alle knockouts. Klik ik op dit, dan zie ik opnieuw enkel deze knockout. En vervolgens kan ik hem zo eenvoudig sluiten. Echter, ja, als je dit hebt weggeklikt en je ziet hier nog steeds niet je positie staan, je ziet nog steeds geen gele lijn staan, dan zou ik rechtermuisknop doen op de grafiek, tonen en dan open posities, werkende orders, tijdsperiode. Aha, oké, uitstekend. Wel, ik heb de indruk dat je mee bent. Fijn om te horen dat ik je hiermee kon helpen. En ook de andere vraag werd goed beantwoord. Yes, oké, uitstekend. Wel bij deze, nu ik mijn scherm nog deel, van harte welkom om nog eventuele andere vragen te stellen, terwijl ik lichtjes afrond dan, om je verder uit te nodigen voor meer van zulke kennis. Ik geef geregeld webinars en mijn collega Matteo, ook nieuw business consultant bij IG, zal hier weldra ook mee starten. Net zoals mijn collega's Robert en Sala dat dus ook doen voor marktgerelateerd nieuws. Dus wil je graag meer van dit soort webinars? De volgende keer is morgen al, morgenmiddag, een leuke sessie met Robert en Sala over de masterclass, zeg maar. COVID, kerstmis, Brexit, pond, FTSE en andere markten. En zelf kom ik terug eind januari voor een pro-real-time webinar. Pro-real-time is een populair platform bij IG voor geavanceerde grafieken weer te geven. Dus daarmee kan je gepersonaliseerde indicatoren doen, automatisch handelen bijvoorbeeld. En we hebben een specialist daarvan, van ProRealTime zelf, Johan van der Meer, die ons voor die avond vergezelt. Dus meld gewoon hier aan, via dus kennis en inspiratie, en dan webinars en seminars, om dat webinar opnieuw te bekijken. En zoals steeds weer ook, Google even, YouTube, IG Nederland. En dan krijg je als eerste resultaat ons YouTube-kanaal te zien, waarop je onder meer video's van voorgaande webinars kan herbekijken. Een selectie tenminste daarvan. Niet alle webinars komen ter beschikking. Met onder andere wat Jean-Paul van Oudheusden nog maar pas langs. En die video staat net live. Hij gaat onder andere in over China. En hij was ook betrokken bij het opstarten van Turbos nog bij ABN AMRO. Dus zeker ook een interessante sessie om even te herbekijken in de aankomende dagen. Goed, ik zie geen verdere vragen meer binnenkomen. Wel, dan dank ik jullie hartelijk voor jullie aandacht, aanwezigheid en vragen uiteraard. Ik wens jullie van harte alle beste gezondheid toe in deze lockdown waar we ons weer in bevinden en het speciale eindejaar tegemoet gaan. Ik wens je het beste toe en we zien elkaar dan in 2021. Tot ziens. Dag.